Yes. Hi, ik ben Jean-Paul van de Oosterse Kleermaker op de Beeldendijkstraat. Vooral veel dames vragen zich altijd af van, oh, doe je ook damesmaatwerk? Ik zou eigenlijk niet weten wat het verschil is tussen een dame en een heer of dit boek om daar iets voor te maken. Het gaat namelijk allemaal om centimeters, verhoudingen. En ja, dat heeft weinig te maken met dame of heer. Maar ja, vooruit. Goed, wat ik wil zeggen is van, wat doen we nou veel voor dames? Dat is eigenlijk gewoon bestaande stukken die ze hebben. Bijvoorbeeld je favoriete broek, zoals ik hier eentje heb van een dame uit Shanghai, te China. Die namaken en van daaruit gaan verbeteren. Ik zal je gewoon eens even laten zien hoe dat werkt. Dus deze dame kwam onze kant op. Die wil deze broek laten namaken. Is een broek van de firma Ted Baker. Staat ondersteboven. Vraag me niet waarom. Made in Britain. Het zal wel, zo gezegd. Maakt ook niet zoveel uit. Het gaat erom welke persoon een broek maakt. Dus deze broek is de favoriet van deze dame. Ja, wat doe je dan? Je pakt ten eerste natuurlijk je maatformulier. Dan ga je alle maten die er maar zijn en eventueel extra ga je nameten. Dan weet je dus wat de maten zijn van zo'n broek. En dan, heel belangrijk, ga je natuurlijk kijken wat je kan of wil verbeteren. Dat in overleg met de klant. Dus bijvoorbeeld deze dame die is super slank gebouwd. Had wel iets meer van echt een beetje die Engelse gepofte look, hè, dat klassieke. Maar hij zakt een beetje van de kont af. Dus het enige wat we hier eigenlijk aan gaan verbeteren is de broekband. Die maken we strakker. Voor de rest maken we de broek gewoon exact na. Dus je kan gewoon met plaatjes deze kant op komen. Je twee favoriete broeken en we maken er een nieuwe van. Wat hier wel grappig in is, deze heeft bijvoorbeeld een hele diepe plooi. Nou, dan maken we die exact zo na. Dus dat meet je gewoon op. Al simpel. Dan weet je hoe diep zo'n plooi is. Nu had ze die 4 centimeter, 8 totaal. En we gaan één dingetje verbeteren. I insisted on that, om dat te doen. Kijk, wat ik echt oerlelijk vind. En ik begrijp ook echt niet waarom het bestaat, zijn dit soort sluitingen. Dus je hebt een knoop met een haakje. Wat krijg je dan? Dat dit altijd een beetje begint te wippen natuurlijk. En je krijgt midden aandacht op je kruis en je hebt er een bubbel in. Hoe krankzinnig is het eigenlijk? Hoe een broek hoort te zijn, ik ga staan, ik kijk niet naar mijn buik, want die hoort niet zo te zijn, is dit hè. Bij dames gaat hij dan de andere kant op. Hè? Dus als je hem iets over het midden heen trekt, dan is hij gewoon veel strakker, kan je ook beter een riem dragen en het is gewoon veel eleganter. Dat zijn van die kleine verbeteringen. En ja, dat blijft me verbazen met zogenaamde merken, dat gewoon de basis eigenlijk niet klopt. Het past niet en dat model is eigenlijk, als je er goed naar gaat kijken, een beetje vreemd. En dat zie je, dat heel veel mensen een beetje hier doorheen moeten prikken. Ik zou juist als dame zijn, of hoe je jezelf ook identificeert, I don't care, gaan kijken naar wat is nou eigenlijk echt nodig om een bepaalde look en feel te creëren. Nou, het leuke is, kijk, bij de meneer Baker wordt er gebruikt hier een stof met, nou, volgens mij is het gewoon polyester of zo. Het is, mag het niet zeggen, maar het is gewoon kuttroep. Hier gaan we naar wat beters. Dit is Holland & Sherry, Google het eens. Dit zijn de moderne stoffen, dus deze dame is hiervoor gegaan. En zelfs in deze stoffen, made in England, whatever, zit tegenwoordig een polyester. Sommige mensen haten dat. Ik rende er eerst ook van weg, maar kijk, dit is de effing performance die je ermee hebt. Dat werkt, hè. Ook voor de Hollandse dame, zit je op de fiets naar, weet ik veel, de Zuidas of whatever, dan kan dat. Spullen zijn kreukvrij. Dus je kan heel simpel je favoriete kleding in elke denkbare stof die we maar hebben. Ik heb er een aantal miljoen laten maken op een betere wijze dan dat het in de winkel hangt. En waarschijnlijk is de broek nog goedkoper ook. Dus neem gewoon je platen mee. Kijk eens wat andere mensen dragen. Lever het ons aan. En we cook that for you. Wat daarvoor nodig is, is bij ons de vakkennis. En aan de kant van jouw kant vertrouwen. En dat hebben de meeste mensen niet in zichzelf. Dan moet je gewoon naar de winkels gaan als consument te veel voor te weinig betalen. Zoals hier is gebeurd. En anders kom je bij ons terecht voor eigenlijk een verdere prijs en een beter product. Ik wens je het beste. Mazzel.